We besluiten het journaal vandaag met de weersverwachtingen van de meteorologische dienst MDS geldig tot en met morgen 14 mei. De verwachting voor het weer overdag voor geheel Suriname is dat buien zich aan het begin van de avond geleidelijk zullen trekken naar het zuiden. Naarmate de avond vordert is er kans op enkele lokale buien langs de kustlijn en in het binnenland. Aan het eind van de nacht ontwikkelt plaatselijk nevel en of mist, overwegend in bosrijke gebieden. Variërend vanuit het noordoosten tot het zuidoosten zal de windsnelheid 25 km per uur zijn. Lokaal zal die tijdelijk toenemen tot maximaal 45 km per uur. In het hele land zijn er temperaturen die schommelen tussen 31 graden en minimaal 21 graden Celsius. Morgen, gedurende de morgenuren, is het lokaal tijdelijk bewolkt met enkele plaatselijke lichte regenbuien. Tijdens de middag en vooravond een toename in verspreid lichte tot soms matige buien, soms gepaard met onweer en mogelijk windstoten. Enkele kortstondig zware onweersbuien zijn niet uitgesloten. De meteorologische dienst waarschuwt voor plaatselijke kortstondig zware onweersbuien die eventueel gepaard gaan met windstoten in de middag en vooravond.